Vitesse speelde vorige week met 1-1 gelijk bij Heracles Almelo. In speelronde 5 spelen we weer in Gelredome, waar Vitesse al 17 competitieduels op rij ongeslagen is. Nu wacht AZ. De Alkmaarders hebben na 3 duels 7 punten en kregen nog geen goal tegen. Het is dus duidelijk waar de uitdaging ligt voor Vitesse. I think it will be a very difficult match. AZ also didn't lose in this competition. We lost Thiel, one of the best players in the team, but Boa do come back after long-term injury, and we took Classy and now some young players like David, very big talented players. And in any case, so we have one of the best attacking group, because for me, Idrissi, Stanks and Boadu, three players, equal players like PSV level of Feyenoord level. Julian, vorig jaar een goed seizoen bij Go Ahead, nu weer terug in Arnhem. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Vorig jaar een leuk seizoen gehad bij Go Ahead en nu weer terug. Dat is wel weer vertrouwd, dus dat bevalt prima. Vorig jaar heb ik gewoon alles gespeeld, dus ja, ik denk dat het wel goed is voor een speler om gewoon veel minuten te maken. En dan merk je wel dat je beter terug bent gekomen dan dat je weg bent gegaan. Vorige week viel je al eventjes in voor geblesseerde Clark die uitviel. Nu lijkt je je eerste minuten te gaan maken, je officiële eerste basisminuut van dit seizoen. Hoe is dat? Ja, dat is natuurlijk mooi. Wel natuurlijk naar voor Maxi wat hij had of heeft. Maar voor mij was het natuurlijk wel mooi om eerste minuten te gaan maken en als het goed is zondag in de basis te staan. Maybe theoretically we can have a small advantage because AZ played yesterday a very difficult game against Antwerpen, but another situation because we won and we have very good feeling to qualify in Europa League. Ja, AZ is natuurlijk een goede ploeg. Ze hebben nu wel 120 minuten gespeeld gisteren. Ja. Dus dat, ik denk dat ze dat wel een beetje zullen voelen. Maar AZ is een goede ploeg voetballend. Dus het kan een mooie wedstrijd worden. Are there more players that are not fit for tomorrow or for Sunday? So I think not only Maxi, Gonk and Musonda also not available to play. Yes, all another players can play.